Maar laat eens zien, hoe doet u dat dan? Doet u hier aanklimmen? Ja. Deze plank was eraf. Oeh, past u wel op? Oeh. Zo kan je gewoon kijken, ja. Waar zeur je dan nu over, Ruud? Dat heeft toch totaal geen enkele zin? Jij liegt als de pis, man. Dat zeg jij. Ik ben er klaar mee met de buurman. Ik zei, wat is hier de bedoeling van? Dat wordt nogal duidelijk, hè? Je kunt van alles over mij vertellen. Maar ik heb wel fatsoen in mijn kont. Vandaag ga ik terug naar twee zaken. Die zijn aangespannen door, behoorlijk doortastende mannen. De ene zaak speelt zich af in Suwand. Bewust wordt dat voor je neus gezet. Het is misschien bescherming voor hun dat ik niet naar hun keek, maar dat is toch niet zo erg. En de andere zaak speelt zich af midden in de weilanden van Nieuwlanden. Die echt, die moet ze knippen. En die moet ze aan de rijden kanten blijven. Klaar uit. Maar eerst ga ik op weg naar het prachtige Friese Suwald. En daar woont meneer Tenniglo al heel wat jaren in volle tevredenheid naast de familie Boskma. Nou houdt meneer Tenniglo ervan om de boel een beetje in de gaten te houden. Maar van de een op de andere dag kan dat niet meer. Daar waar hij eerst vanuit zijn keukenraam uitkeek op de tuin van de buren, kijkt hij nu ineens uit op de blinde muur van de schuur van de buren. Nou, eigenlijk is het conflict hier begonnen. Hier stond vroeger een oude schuur met een kippenren op precies dezelfde plek. En die hebben we afgebroken. En vervangen eigenlijk door deze schuur met deze veranda. Als je gewend bent dat je hier naar buiten kan kijken en je hebt in één keer zo'n muur ervoor, dan is het net alsof je afgesloten wordt. Ja, als je dan graag uitzicht wil hebben, dan had je je keuken aan de andere kant van je woning moeten positioneren. Bewust wordt dat voor je neus gezet. Het is misschien bescherming voor hun dat ik niet naar hun keek, maar dat is toch niet zo erg. S'avonds heel laat zitten ze nog met mooie sfeerverlichting in het hok. Hier poets ik mijn tanden. En dit is het uitzicht naar buiten. En dan doe ik dit ding dicht. Om geen inkijk te hebben. Ja, dat is natuurlijk vreselijk als ze daar, ook al hebben ze daar seks met elkaar, dat zal heel onplezierig voor me zijn. Hij heeft hier zijn badkamer en daar heeft hij tijden niks voor gehad. Het was gewoon open. En daarom hebben we die bamboe ook laten groeien. Omdat de kinderen op een gegeven moment bij me kwamen van, ja, buurman Jan staat onder de douche. Dat gluren is nou precies wat de familie Boskma behoorlijk is gaan irriteren in de loop der jaren. En terwijl de ergernissen oplopen, gaat het al snel niet alleen meer over het gluren. Ik wilde een schapenhekje, omdat het ook mooi bij de rest van de tuin paste. En toen stond hij hier met zijn graafmachine. En hij had dit hekje had hij aan de kant gedaan met zijn graafmachine. En dan had hij allemaal gaten had hij hier gegraven. Dit is een kunstmatige erfgrens. De grens loopt hier. De beschuldiging was dat ik het hek verplaatst heb, maar ja, ik ben me eerlijk gezegd niet echt van, of ik ben me eigenlijk van geen kwaad bewust. Ik denk dat het hek langzamerhand verplaatst is, mijn kant op. Dus dit is allemaal mijn grond, hier zo. Dus heb ik hier deze grond weggegraven en toen ik daar even mee bezig was, een stuk of vier bakjes had ik al weggebracht. Toen kwam plotseling de buurvrouw eraan en zei, ho, 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 dit gaat niet goed. Ik zei, je vernielt de hele boel. Ik zei, ik wil dat je hier weggaat en dat je ermee ophoudt. En nou, ik ga hier niet weg, jij moet aan de kant. Hij heeft me echt bedreigd met dat ding, dat ik aan de kant moest gaan. Er kwamen de agenten en die wilden me arresteren. Die wilden me zelfs uit mijn huis meeslepen. En de politie erachteraan, maar hij was voor geen reden vatbaar. Hij heeft zich heel hevig verzet. En toen hebben ze me omsingeld en hem vastgegrepen en me in de auto gestopt. Rijdende rechter, ik eis dat door de buren de erfgrens van mij en van hun gerespecteerd wordt.
Ik eis dat u een uitspraak doet over de schuur. Ik wil dat de schuur op de huidige plek blijft staan. Dat het hokje wat ervoor gezet is, dat staat pal voor mijn keukenraam, dat dat verwijderd wordt. Ik wil graag een schutting op de huidige erfgrensbestemming. En dat de boom die gaat uitgroeien tot een obstakel voor mijn zonnepanelen, dat die verplaatst wordt. En ik wil dat mijn fruitbomen blijven staan, anders moeten die van hem ook weg. Dit is mijn eis. Heel veel plezier van je eigen, maar val mij niet lastig. En voor een waslijst aan eisen draait meester Reed zijn hand natuurlijk niet om. En tijdens het locatiebezoek worden alle eisen vakkundig één voor één afgevinkt. Mogen we hier, ja? Ja, zeker. Oké. Laat me voorgaan. Wat zien we als we hier uit het raam kijken? Ja, dat is het mooie hok van de buurman en de buurvrouw. Ik wil uitzicht en als ik dat ding weg heb, dan kijk ik tussen de huizen van de buurman en de andere buurman door en dan kan ik de oprail aan zien. Dus dan kan ik zien als mensen weggaan, dan zeg ik ja, die zijn hier geweest en dan kan ik ze uitzwaaien. En dan zie ik wat er gebeurt. Maar u wilt hem weg hebben? De uitzicht wat meneer Jan wil is er helemaal niet, want er komt zometeen een schutting van 1,80 meter hoog te staan. En dan kijk je tegen een schutting aan die nog dichter op zijn raam staat dan mijn huidige schuur. Ja, maar er zijn ook schuttingen waar gazing zit. Een stukje betonhezen waar je doorheen kan kijken. Ja, hartstikke mooi, maar dat komt hier niet. Wij willen hier een dichte schutting hebben van A naar B, want ik wil jou gewoon niet meer kunnen zien. Nooit en te nemen. Nooit en te nemen. Zo willen we dat horen. Dat is stevig taal. Dat is stevig taal. En waarom komen jullie dan nu hier? Wat kom je hier nou doen dan? Zo lang te etteren en vervelend te doen en ons in de gaten te houden. We kunnen daar niet eens gewoon zitten te eten onder onze overkapping. Mm-hmm. Dan staat hij al te gluren naar ons wat wij naar binnen werken. En dan zegt hij, ik sta op mijn eigen grond. Ja. Maar ik vind het gewoon belachelijk voor woorden, echt waar. Er komt hier gewoon een schutting tussen te staan. Ja. Maar er kan een open schutting waar je doorheen kan kijken. Ik wil niet dat hij naar ons kijkt. Nou, op naar de erfgrens. En met name tussen de schuur en de keuken. De grens loopt nou waar de palen staan, de wit-oranje chalons zoals ze heet. En dat is deze lijn. En u zegt, ik denk dat hier de erfgrens loopt. Ik dacht hier. Waar? Deze? Hier is ongeveer 1,70 meter. 1,70 meter uit dat vest. Ja. En waarom, denkt u dat? Omdat ik zelf heb staan meten samen met Luwe, 2 jaar geleden. Huh? Heb ik aantekeningen van gemaakt en toen ben ik hierop uitgekomen met niks de gegevens daarvan, van het kadaster. Niks daarvan. Jij hebt toen zelf aangetoond dat jij van voor naar achter met een touwtje hebben we aangetoond. En eigenlijk heb je aangetoond dat het hek op de goede plek stond. Precies. En, nu heeft u het over dit hek? En dat heb ik over dat hek, ja. Maar dan weten we nu hoe het zit. Ja, ja. Opgelucht? Ik ben opgelucht. En weet u waar ik naar wil kijken? Naar die bomen waarvan u bang bent dat ze te groot zijn of te dichtbij staan. Ja. Dit is een probleem. Niet in de groep, kom eens kijken. Ja. Boompje? Ja. Zonnepanelen? Ja. Maar als één... Vertel mij wat het probleem is. Meneer Riet, dit boompje gaat voor die twee panelen straks groeien. Dit boompje gaat niet voor, die is 2,5 meter hoog. Op het moment dat de zon naar beneden komt... Ja? Ja? Ja, dan schijnt hij met een bochtje eroverheen op het paneel. Nee joh, hij komt vanaf die kant. Maakt u zich echt zorgen om deze boom? Ik wil hem er niet hebben, anders begint elke keer wordt het steeds erger. En wat denk jij dan? Ik wou dat hokje ook niet hebben, maar dat staat er toch. Wat denk je aan de bomen aan de andere kant? Jan, wat denk je dan aan de bomen aan de andere kant? Moet je eens kijken. Ja. Die hangen over mijn dak heen. We gaan daar even kijken. Twee walnoten en een peer. Ik heb hier een maat van 110. 110? Deze komt op 175. U zegt, als ik mijn boompjes moet verplaatsen, dan hij de zijne ook. Ja. Hoeveel ruimte je ook kan hebben, zoals hier in het prachtige Suwald, je kunt als buren elkaar behoorlijk in de weg zitten. En tijdens zijn uitspraak maakt meester Reed daar korte metten mee. Uitspraak in de zaak van Tenneglo tegen de familie Boskma. U bezit beide grote percelen op het Friese platteland. En toch staat uw schuur pal voor uw keukenraam. Is dit wel toegestaan? Ik ben ervan overtuigd dat uw schuur met toestemming van uw buurman is geplaatst. En daarom mag de schuur blijven staan. En dan de erfgrens.
U wilt beide een schutting op die erfgrens, maar bent het niet eens over hoe die eruit moet zien. Ik ben van mening dat een gesloten schutting de meeste rust zal brengen en u betaalt daarvan beide de helft. En dan de fruitboompjes. Het klopt dat die boompjes enkele centimeters te dicht op de erfgrens staan, maar ik laat ze toch staan. Ik acht het volstrekt niet aannemelijk dat ze ooit schaduw op uw zonnepanelen zullen werpen. U heeft onvoldoende belang. U eiste dat de bomen van meneer Tenniglo verwijderd werden, maar alleen als uw boompjes moesten worden verplaatst. Maar ze mogen blijven staan, dus uw bomen ook. En u wilt met rust gelaten worden. En hoewel iedereen het recht heeft om desgewenst met rust gelaten te worden, brengt het nabuurschap van tijd tot tijd noodzakelijk contact met zich. En een contactverbod kan ik daarom niet geven. Dat is mijn uitspraak. En zo zit het. Zo. Oh, ik zie hem al. Die enorme schutting, zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een stralend gezicht. Ja, zeker. Nou, hoe gaat het hier? Op zich gaat het hier prima, rustig. Ik zie gewoon in mijn ooghoek als ik aankom gelijk al die schutting. Klopt. Kunnen jullie vertellen hoe het is gegaan met de schutting? Want die moest er komen. Het ging niet van harte. Het begon eigenlijk dat hij het niet eens was met het veldwerk. Dus dat wilde hij allemaal helemaal opnieuw gaan doen. Vervolgens gaan wij op vakantie en je raadt het al. Tijdens onze vakantie heeft hij het alsnog zelf gedaan. Hij is met de graafmachine? Ja, ja. Ongeveer tot daar aan toe is hij in jullie tuin geweest? Alles afgegraven. Oh, dat was dus lastig thuiskomen. Dus toen kwam er gelijk weer een conflict. Dus. Maar ik was erg kwaad. Hij was gelukkig niet thuis. Ik weet niet wat er anders gebeurd was. Oh ja, zo kwaad? Zo kwaad was ik. Ik heb de volgende dag aangifte gedaan bij de politie. Maar ook contact opgenomen met de redactie van jullie. En toen is eigenlijk binnen een week is het hele proces versneld met de schutting. Want ja, wij dachten we helpen even. Dat is ook fijn, want dan kunnen de dingen ook gewoon afgerond worden. Ja. Nou, het is een behoorlijk stukje rust. Het gezichtsveld is gewoon veel meer verbeterd. En heeft hij nog gegluurd in jullie ogen? Want zo noem je dat? Hij wilde dus over de schutting klimmen om te kijken hoe sterk die was. En toen brak er gelijk een plank af. Dus, Dat moeten we dus niet doen, dat weten we nu. Dat is niet. En ik zie hier jullie veranda, hè? Jullie dingetje, jullie zitje. En hoe is het contact nu tussen jullie beiden? Niet meer. Helemaal niet? Nee. Dus als jullie elkaar tegenkomen hiervoor? Kwam ik hem hier tegen. Ik moest de container voor bij de weg neerzetten. Toen kwam ik hem tegen, heb hem gegroet, maar hij groet mij niet. Hij kijkt naar beneden en that's it. Dus er is natuurlijk heel veel jaren is er heel veel gebeurd. Mm-hmm. Heel veel negatieve energie. Ja. Dus ik weet het niet. Maar zouden jullie het willen? Want dat is een beetje de vraag. Elkaar groeten is natuurlijk wel fijner dan elkaar niet groeten, lijkt mij. Excuses, zou dat helpen als hij zegt van sorry, ik heb het niet zo bedoeld? Ja, ik denk sowieso dat we het niet krijgen. Nee. Ik ken Jan al zoveel jaren, zeg maar. En ik weet zeker dat hij nooit geen excuses zal aanbieden. Want hij heeft gelijk. En dat denkt hij nog steeds. Mm-hmm. Dat weet ik zeker. We gaan eens even naar meneer Tenniglo. Wauw! Wat is het hier groot? Dat had ik helemaal niet verwacht. Wat een gigantisch stuk grond. En wat een groot huis. Jemig. Ah! Dag meneer Tenniglo. U stond al te wachten. Zeker. Ja. Hoi. Goedemorgen. Hoe is het met u? Goed hoor. Ja? Ja, die schutting. Even, wat vindt u ervan? Prima. Ja. Mooie schutting. Meent u dat? Ja. Ja? Ja. Ik kan alles horen wat daar gezegd wordt. Dus ik heb net ook even staan luisteren, dus ik weet wat er al gezegd is. Dat meent u niet. Ja, nou, dat is al makkelijk. Dan weet ik waar het over gaat. Maar dit is wel weer echt. U gaat er staan luisteren. Even wel, ja. Niet de hele tijd. Was zeker met zijn luwe dat hij op een ladder wilde klimmen. Ik denk, nou moet ik wegwezen. Dus, Maar goed, ik heb begrepen dat u op de schutting bent geklommen. Ja. Ja. En dat er een plank is afgebroken. Klopt. En u, waarom wilde u op de schutting klimmen? Er waren mensen en ik zeg, je kunt hier zo tegenaan klimmen. En toen deed ik het en toen viel hij omlaag. Maar waarom zou u dat willen?
Dan kan je een keer naar de overkant kijken. Ja, niet dat ik dat wil. Maar zij kunnen dat toch ook. Maar laat eens zien, hoe doet u dat dan? Dit tegenaan klimmen? Ja. Is toch een soort ladder dit? Ja, nee, ik snap het wel. Maar... deze plank was eraf. Past u wel op? Oeh. Zo kan je gewoon kijken, ja. Ja. Past u op? Ja. Maar ik bedoel... Dat doet een buurman toch niet? Sommige buurman wel, ja. Ja. Ja, nee, ik ga dat niet elke dag doen. Nou, ik mag hopen dat hij dat eigenlijk gewoon nooit meer doet. Is het... okay. Zij hadden zoiets van, nou, als hij misschien dan excuses maakt... voordat hij dan weer met de graafmachine over ons gras is geweest. Ja. Want het gras was helemaal stuk, zeiden ze. Zullen we eens kijken of het misschien met een soort hand of een excuses... Ja, we proberen gewoon. Toch? Ik weet echt niet wat de consequenties zijn. Nee, maar dit is ook niks nu. Nee, dat is elkaar niet goed. Nee. Ik heb iemand meegenomen. Kijk. De buurman. Ja, die wil eigenlijk wel gewoon het een en het ander nog uitleggen. Ook toelichten vooral. Ja, ik dacht dat het in jullie belang was om de grond af te graven voordat de schutting er kwam. Want met de schutting erbij kan je er geen kruiwagen meer tussendoor rijden. En daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden. En dan geven we elkaar de hand. En dan zijn we dikke vrienden. Is dat goed? Nou ja. In ieder geval een goed begin. Of iets ertussenin. Nou, dan geven jullie elkaar de hand. Hey Jan. Okay. Heel fijn. Dan moet het ook. Ik ben nu op weg naar Nieuwlanden. Tinus van der Weijden is super boos op zijn buren, omdat zij van de een op de andere dag hun heg niet meer snoeien. Kijk hè, die grond. Vanaf die rikkelpaal tot die grens zegt, dat hoort hier bij ons huis. Die echt niet moet ze knippen. En die moet ze aan de rechterkant blijven. Klaar uit. Ik heb er bij mijn west. Die eerste keer zeur maand, nu anderhalf jaar en er gebeurt niks. Ik ben er immer klaar mee. Uit. Nou, dit is dan de bewuste heg. En eikenbomen. En eikenbomen. Zoals je ziet is deze paal, dat is de grens. En hebben wij ook altijd keurig de heg onderhouden binnen de grens. Dat zie je, dit stukje, dit hier kunnen we nog bij, dus dat onderhouden we dan. Voor de rest kunnen we niet op zijn land komen, dus kunnen we het ook niet meer onderhouden. Die Gentse heg, die is ook 50 meter. Die Gentse heg, die is ongeveer die 65 meter. Dus ik moet een dikke 100 meter, zoals Rijen van de Bossen dan met dit grond, voor hem reserveren, moet hij overheen lopen gaan. Zien, dat is niet gek. In 2014, toen is hij begonnen te klagen over de heg, komt Tinus hier naartoe, belt aan en zegt van, je moet die heg knippen. Ik zeg, dat klopt. Het is van het jaar iets later als anders. Ja, maar ik wil dat je de heg knipt. Ik zeg, Tinus, dat zal ik doen. Maar op het moment dat mij het uitkomt. En toen zegt hij tegen mij, jij mag hem ook knippen. Ik zeg, hier. Ik zeg, ik ben niet gek. Als we hem op een of andere manier wat aangedaan hebben, zonder dat wij het weten, gekwetst hebben, wil ik het graag weten. Ze zullen ook onze excuses voor aanbieden. Maar er staat los van een heg die geknipt moet worden. Dat zijn toch geen leuke dingen als buren onder elkaar. Hij zo elkaar benaden wordt. En als ik een vraag met die taken zag en als hij dan zegt, ik doe het op mijn manier en wanneer ik er naartoe ben. En hij zou wel denken, ik ben directeur. Hè? En deze is maar een klein arbeidertje. Dat ben ik ook. Ik heb me niet alleen aan de kop gestaan. Schaam ik me niet voor. Dit is de sloot. En zie je wel hoe als zijn kant eruit zit? Hoe als hij dat goed onderhoudt? En aan de grens, met die jagers kijken en met die taken. Jan Gouw, bam, mijn land. Met de generiet ook. Het zou best wel kunnen zijn dat hij de sloot beter onderhoudt dan wij. Echter, het moet wel gebeuren op de manier zoals Tinus wil, want anders is er weer commentaar. En weg moet je onderhouden. Hè? Een vrouw moet je onderhouden, maar de sloot moet je ook onderhouden. Alles moet je onderhouden. Alles wat hij aanschaft, hij een auto aanschaft, moet je schoonhouden. En met beurten en met de garage. Is dat aan mijn zuiden. En ik wil ook niet meer dat je op je grond komt. Tinus, wij doen het al 16 jaar. Met nooit een probleem geweest? Ja, maar ik wil het niet meer. Het klinkt eigenlijk een beetje onmogelijk wat Tinus eist. Want hij wil wel dat die heg gesnoeid wordt. Maar de buurman mag dan niet over zijn grond lopen. En als meester Reed komt om het land te bekijken, mag hij gelukkig wel met zijn hele gezelschap over zijn grond.
uw wei, meneer Van der Weijden? Ja. En die heg die daar loopt, op wiens terrein staat die? Die staat op ons terrein. Is dat uw terrein? Ja. En is dat dan ook de grens van uw perceel, meneer Van der Weijden? Nee. Alles in de Sloor is de grens. Dat lastig te zien vanaf hier. En hier kunnen we erin. We hebben hier een heg met een aantal bomen erin. Ja. Het probleem is dat de heg uitsteekt op uw grond. Ja. Die boer die als je gras maait, hij kwam met de spiegels ten de takken aan. En toen heb ik ten rijden van het bos gezegd, ik zei aan die takken ook, ik zeg weg ermee. Toen zeg je ermee, jij mag die echt wel knippen. Ik zei hier. Ik zei, ik moet nergens hier knippen. Hij heeft in zijn eis ook aangegeven dat hij problemen heeft met die eikenbomen daar. En dat het zaailingen geeft en weet ik veel allemaal wat. Oh ja, de zaailingen. Ja. En dan vraag ik me af, waarom laat hij dan hier ook eikenbomen staan? Terwijl hij die kant schoon moet houden, die ook straks zaailingen gaan geven. Hij maait het gras noemen wel. Ook, noemen we dit ook nog een zaailing? Dat is een zaailing van zeker 2-3 jaar. Mm-hmm. Die laat hij gewoon staan. Oh, ik heb geen enkel probleem. Geen probleem om hem weg te halen? Niks. Geen probleem. Maar waarom staat hij dan nog nu? Waarom heb je hem 2-3 jaar laten staan dan? Ja, maar zo. Waarom? Voor hem wacht je daar zo. Dat wou ik even weten. Ja, dus voor wat hoort wat. Ja, denk ik. Precies. Ja. Die man van de buurtmelding Tinus heeft tegen je gezegd dat mag je niet doen, dat is buurmannetje pesten. Letterlijk heeft hij dat gezegd. 7 maanden wachten. Tinus, wanneer hebben wij dat gedaan? Wanneer snoei je een boom? In het voorjaar. Niet in september of oktober. Nee. Dat doe je najaar. Bomen, die gaan je snoeien november, december, januari. Oh, sorry, ja, je weet het allemaal beter. Zeg. In Nieuwlanden lijken de gemoederen hoog op te lopen. En zoals wel vaker bij de rijdende rechter gaat het dan meestal om miscommunicatie of gekrenkte ego's. Zoals ook hier tussen Rijer en Tinus. Maar meester Reed weet tijdens de hoorzitting de vinger op de zere plek te leggen. U zegt tegen mij, als u, meneer de rijdende rechter, bepaalt dat ze dat mogen, dan wil ik dat ik ook 2 keer per jaar over hun grond mag lopen. Ja. Als zij recht hebben bij mij op de grond, ja. Hè, die zij de rechten hebben, ik kan ook bij jou. Maar ik hoef er niet te komen. Maar wat wilt u daar dan doen? Niks. Maar die ruimte, die als zij aan wil, die mag ik daar door de hok hebben. Ja, maar ik wil geen ruimte van je. Kijk, weet je wat het is, Tinus? Jij denkt dat als wij 2 keer per jaar over jouw grond lopen, dat die grond van ons wordt. Het is niet van ons. Wij willen jouw grond niet. Wij willen alleen 2 keer per jaar over jouw grond lopen om te snoeien. Dat is het enige wat we vragen. Dat weet ik wel. Nou, zeg dan gewoon ja. Maar dat doe ik niet. Waarom niet? Omdat hij boos is geworden toen uw man zei, ik bepaal het zelf wel wanneer en hoe. Omdat ik en toen is er een druppel die in een volle emmer gelopen. Nee. En die emmer die was 7 maanden volgelopen. Precies. Omdat u de hele tijd naar die groeiende takjes zat te kijken. Ja. Omdat ik boos was op de manier waar hij bij mij kwam. En ik snap niet dat je op zo'n manier bij je buurman komt, op zulke hoge poten, als je 16 jaar lang keurig de haag onderhouden hebt en er nooit geen probleem is. En als zij het nou niet zijn, ik denk even hardop, maar een tuinman, zou dat een probleem zijn? Nu wel. Bent u koppig van nature? Ja. Okay. De uitspraak is voor boer Tinus lastig te verkroppen. Uitspraak in de zaak van Van der Weijden tegen Van den Bos. Wat u wilt, kan niet. Er is geen plek voor Van den Bos om de heg vanaf eigen terrein te onderhouden. U moet ze op grond van het zogenaamde ladderrecht 2 keer per jaar op uw land toelaten om de heg te snoeien. En maakt u zich nou geen zorgen, daarmee raakt u uw land echt niet kwijt. Dit is mijn uitspraak. En zo zit het. Zo, welkom hier in Nieuwlanden. Er is werkelijk waar niemand te zien, maar ik weet dat het een hele bijzondere dag is vandaag. Want vandaag wordt dus de heg gesnoeid. Dat zal aan de ene kant fijn zijn voor Tinus, maar aan de andere kant ook moeilijk. Want dan moet hij namelijk de buurman over zijn land laten. En dat wilde hij dus helemaal niet. Goedemiddag. Goedemiddag. In Nieuwlanden. Ja. Hoe is het met u? Goed. Is het een mooie dag vandaag? Ja, dat dacht ik wel, hè. Hij wordt eindelijk gesnoeid. Gelukkig wel. Ja, blij mee, hè? Natuurlijk. Alles helemaal geregeld? Er is nog niks geregeld verder. En wat bedoelt u daarmee? Nou, eet je een mug mijn vrouw. Goedemiddag. Thea, hoe gaat het met u? Goedendag. Ja? Ja. Mag ik hier even bij komen zitten? Ja. Ja. Zo. Meester Reed had gezegd van nou,
Hij moet over uw grond, want anders kan hij niet snoeien. Nee, nee. Hij had wel gezegd, het zou verstandig zijn na alles wat u nu weet, Reijer, om dat te vragen aan de buurman. Ik zie eigenlijk weer precies dezelfde woede. Dat zit me zeker weg. Ja, ja. Want, even... want hij is directeur, mag hij. Ik heb wel die aan de schuppen staan, de schaam heb ik nu ook niet voor. Hè? Want die die dit vertwerkt, maar met de kost voor dingen dan dat. Dat geeft me helemaal niks. Maar een ander hoeft niet zo'n veel meer te verbeelden dan een ander. Nee. Dat nee. is de Rijnse onzin. Maar ik ga zo meteen daar naartoe lopen en dan zeg ik... Reijer, loop even naar de buurman en buurvrouw toe en vraag even toestemming of je over hun land mag. Ja, zo is het gezegd. En zo is het gedaan. Goed, maar dan komen we dus zometeen weer terug. Is goed. Ja? Ja? De juiste volgorde, want dat is belangrijk. Ik blijf aan u op mijn streep, mevrouw, zoals Reijer dat gezegd heeft. Dat komt. En u bedoelt dan meester Reed? Ja. Oké, heel goed. Hallo. Hallo. Wat een oprijlaan. Hi. Goedemiddag. Welkom in Nieuwlanden. Nou, hallo. Hallo. Tinus wil heel graag dat jullie het nog eens expliciet aan hem vragen of jullie over zijn grond mogen. Ja, dat vind ik ook terecht, want we lopen over zijn grond heen en mag dit ook eisen, zeg maar. Ja. En daarom wouden we het ook nu naar hem gaan vragen of dit of toestemming krijgen om te haag te snoeien. Nou, laten we dat... Dan pakken we zo meteen een eigen schaar. En dan gaan we het gelijk doen. Zo, kijk eens. Goedemiddag. Dinus, wij komen even langs om te vragen of we het land mogen om de heg te knippen. Ja, dat is goed, joh. En dat hadden we ook afgesproken dat we het eerst zouden vragen voor het zo doen. Dus dan doen we dat netjes. Ja. Nou, dan gaan we de hegenschaar... In één take. Gaan we de hegenschaar pakken en dan gaan we aan het werk. Heel goed. Gaat u mee? Nee, het is te koud. Het is te koud, hè? Ja. Nou, ik denk misschien ben ik in de kruiwagen mee. Dan kunt kun je helpen. Dat moet ik helemaal niet doen. Ik heb een lange oefening aan de ging. Ja, maar je bent ook weer eerder vanaf. Kan niet dan? Ik heb een lange ding aan de ging, hè? Nou, maar dat is heel uit de weg, dus zo last zij er niet van. Ja, twee hoor. Ach, ja. Nou, tot straks dan. We zijn even een paar uurtjes bezig. Zo. Een vervullend draad. Ja. Nou, eindelijk mag je weer, hè? Je zou bijna zeggen, je kan er ook nog wel wat van je energie en misschien je irritatie in kwijt, of niet? Je lacht echt zo dat hele veld door. Ja, ze snel mogelijk klaar. Ik ga je inhuren als ik me echt moet snoeien. Ja, dan mag je rustig doen, maar ik kom echt niet. Wanneer gaat Tinus de eikenbomen die hij hier bewust laat staan bij ons voor het raam, wanneer gaat hij die weghalen? Die kleine dingetjes daar. Die laat hij bewust staan. Hij maait er omheen. Deze eikenboom verslaat hij expres staan. Ja. Ik ga het allemaal vragen. Nou, u heeft het allemaal gezien, hè? Het gaat hartstikke rap. Hartstikke rap. Ja, toch? Ja. Het ziet er mooi uit, lekker strak. Ja? Ja, ze zijn de blaadjes nog aan het opruimen, tenminste. De takjes. Maar dan heb ik ook nog wat voor u. Want er staan nog van die kleine eikelboompjes. Weet u nog? Ja. Weet u ook nog dat u tijdens het locatiebezoek had gezegd, die haal ik er dan uit? Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Zal ik u eens vertellen? Nou. Reden heeft ermee gezegd, hebt u bezwaar tegen als we weg moeten? Ik zei, heb ik geen bezwaar tegen. Maar ik heb nooit gezegd als ik ze weghalen. Oké, ja. Nee, luister maar naar. Ja, nee, dat klopt. Dat heeft u gezegd. Maar dat interpreteert u dan zo, van ik heb er geen bezwaar tegen dat ze weggaan, maar ik haal ze niet weg. Zoiets. Dan haal ze gewoon lekker weg. Ja, toch? Binnen het jaar? Anders kom ik terug, hoor, Tinus. Die maar rustig terugkom. Nee. Doe het niet. Nee, ik denk er niet aan. Dat vind ik heel jammer. Ja, dan. Ik ook. Ik vind het ook eens een keer wat jammer. Wij gaan er vandoor. Ja, is goed. Mag je dan wel een hand? Jawel. Of zegt u, ja, dat mag je. Maar ik geef hem niet. Jawel. Ja, ik wens u het allerbeste. Ik wens u ook het allerbeste met uw vrouw. Heel veel geluk hier. Ben je woont hier fijn? Laten we het daarop houden. De heg is gesnoeid. Oh. Een prettige avond. Ja. Dag. Jo.
Nou, de heg die staat er weer strak bij hier in Nieuwlanden. Maar heeft u nou ook een onwillige buurman die de heg niet wil snoeien? Of heeft u een heel ander conflict? Bel of mail ons dan, want wij helpen u heel erg graag. Dit was Rijdendrecht, wordt vervolgd en graag tot de volgende keer. Dag!